het is zo dat ik al jaren speelde met de gedachte om eens rond Kerstmis een mooi evenement te organiseren. Want Moergestel is weer toe aan een groot evenement. En het leuke daarvan is dat het is klein gestart met de Vrienden van Sint-Jan en samen met Tour de Brabant en met Weekendkunst. Maar ondertussen hebben we 22 organisaties en ja, losse personen en dat soort die meedoen. Dus het is weer Moergestel op zijn best. En wat kunnen we van Moergestel op zijn best verwachten? Heel veel. Henny van Schoot zal dadelijk uitleggen over die kersthaltentoonstelling. Maar we hebben dus, we beginnen op de 21ste, s'avonds om 7 uur, bij de Scouting in de Bosstraat. En daar is dus een geweldige gratis bijeenkomst, een kerstin, met een leuk kerstspel en dat soort zaken. Met vuurkorven, met lekkere glühwein en chocomel en weet ik het allemaal meer. Echt de Scouting. Prima wordt dat. En vervolgens hebben we dus op 22 en 23, dan begint de kerstallenroute. En dat wil dus zeggen dat is een van de unieke, ja, ook moet het hoogtepunten worden. We hebben op 10 locaties hebben we 16 bijzondere kerstallen staan. Degenen die wat slechter te been zijn of lekker lui warm willen zitten, die gaan dus met de Parelexpress op pad. En die Parelexpress die rijdt op de 22e en de 23e om 13:30. En daar kun je alleen maar mee als je van tevoren een kaartje koopt bij Novi. De rest van de activiteit is allemaal gratis, maar dat kost €2 om een beetje uit de kosten te komen. Ja, want ik heb begrepen dat die route 20 kilometer is, hè? De route is 20 kilometer, maar je hoeft hem niet in één keer af te leggen. Je bent zo rond en je kunt ook op tijd stoppen. Want er zijn diverse horecagelegenheden gelukkig in Moergestel die ook meedoen met de kerstallenroute. Dus ja, je kunt er ook een stukje afsnijden. En bovendien hebben we nog een verkorte route, alleen in het centrum, van 2,5 kilometer. Hoe kunnen wij aan deze routes komen? Die routes liggen overal bij de winkeliers, bij de horeca en in de Bogaard. Dus een mooie kaartje hebben we daarvoor laten maken, waar precies aangegeven zijn waar de kerstallen zijn. En verder is zo dus dat het vertrekt hier op het Sint-Jansplein. Verder hebben we het ook bepeild met kerstallenroute. Stichting Weekendkunst heeft een hele mooie kerstallen tentoonstelling georganiseerd. En die is te zien in de Bogaard, op de bovenste etage. Dus daar kunnen we met de lift naartoe, je kunt er met de trap naartoe. En dat zijn een verzameling kerststallen. Die komen uit Alphen en die komen uit verschillende plaatsen uit Limburg. En dat zijn 100 verschillende kerststallen. Prachtig. Daarbij is nog een mooie kerstgroep ook uit de kerk die daarbij staat. En er is een hele bijzondere kerstgroep gekleed in Brabantse kleding. Die kerststallen, is er kerststal door de eeuw heen? Nee, dat is van verzamelaars van kerststallen. Dus dat is van alles. En dat zou ook door de eeuwen heen kunnen zijn, maar die kunnen ook van hele andere culturen zijn. Dus dat is wel heel bijzonder. Wanneer zijn deze kerststallen te bezichtigen? De kerststallen in Den Bogaard zijn te bezichtigen op dezelfde tijden als Moergestel Creatief. Dus dat betekent in de weekenddagen op zaterdag en zondag van 1 tot 5 uur. Eerste kerstdag is dicht, nieuwjaarsdag is dicht. En als bijzondere activiteit heeft Weekendkunst ook nog poppentheater gevraagd. En dat is Kris Kras uit Beekendonk. En dat alleen is op zondag 23 december. En de speeltijden zijn om 14:30, 15:30, 15:30. En dat is in de pianozaal, dat is op de eerste etage in Den Bogaard. Wat voor poppentheater krijgen we dan te zien? Jan Klaassen en Katrijn. In een winterkerstvoorstelling. Tweede kerstdag hebben we in de kerk rondom de kribbe om 14:30. Waar Cantate Domini optreedt. Waar onder andere troubadour Kees van Dijk aan meedoet. Een paar vertellers die hun kerstverhaal houden. Uiteraard Art Verest als pastor is aanwezig. En samenzang. Dus dat is echt een ouderwetse bijeenkomst op tweede kerstdag. Christmas lights keep shining.
geheel sluit af op 6 januari met drie koningen. Wordt er nog iets speciaals aan gedaan? Ja, speciaal de MOV-groep die heeft dat opgepikt. Hè, en dat wil dus zeggen dus dat de kinderen uitgenodigd worden om in de Boogaard om zeg maar de collectebussen op te halen. Hè, op de zondag de 6e om 1:30. En die kunnen ze later weer inleveren en dan worden ze lekker verrast met wat. En een lekker chocomelletje en weet ik het allemaal meer. En dat is de MOV-werkgroep die dat organiseert. Dus we hopen dus dat er dit jaar meer meedoen. Naar vorig jaar. Those Christmas lights.